Yo guys, Job hier, a.k.a. de tuber. Welkom in het leven van Roblox. Hallo dame, hoe gaat het met jou? Ik krijg waarschijnlijk geen reactie omdat je op een dreiding zit. Leuk verhaal. Ik heb echt letterlijk eens een keer wat vreselijks meegemaakt met zo'n ding. En ik wijs jullie er dus bij deze op om er echt voor uit te kijken in speeltuintjes. Ik was met vrienden, ik had tussenuren op school en ik besloot om in zo'n ding te gaan. En dat deed ik met een blikje energy in mijn hand en met een pakje koekjes. Want ja, je weet toch, wanneer je op de middelbare school zit, dan ga je stoer doen, dan ga je energydrank drinken, je kent het allemaal wel. En ik zie iemand voorbij lopen op een dino. En ik heb geen paddenstoelen gegeten. Nee, grapje. Nee, maar in ieder geval. Dus ik zat op zo'n ding. En mijn vrienden die dreeën, dat is geloof ik geen woord. Die draaiden keihard aan dat ding. Maar echt gewoon met agressiviteit om mij gewoon een beetje op te klooien. Op een gegeven moment ging ik... Dus moet ik trouwens dit ding niet even gooien? Ik heb hem nu gegooid. Krijg ik hem dan ook weer terug of ben ik hem nu kwijt? Ik ben hem waarschijnlijk kwijt. Ik ben hem waarschijnlijk kwijt. Of ligt hij hier nog ergens? I don't know. Ik ben hem kwijt, hè? Ben ik hem kwijt? Oh nee, ik ben hem kwijt. Oh nee, ik heb hem alweer, sorry. Moet ik hem gooien? Wat is eigenlijk de bedoeling? Kan ik op dit ding? Als ik op dit ding kan, dan voel ik me echt beest. Nee, ik kan er niet op. Ik vind het wel heel erg leuk. Maar in ieder geval, dus op een gegeven moment kwam ik met mijn been vast te zitten. En hing ik voor de helft uit die draaimachine, of hoe je dat ook noemt, dat draaispeelapparaat. En ben ik een paar keer keihard met mijn hoofd tegen een paal aangekomen. Dit is legit gebeurd. Ik heb het nooit verteld, dit verhaal. Toen ben ik uiteindelijk naar de eerste hulp van de school gegaan. Dat was best wel heftig. Wat moet ik doen? Run and catch it before it's too late. Dus wat moet ik doen? Ik moet de boomerang gooien, dat snap ik. En dan moet ik hem dus weer opvangen. Maar dat gaat redelijk automatisch, want dat is namelijk als het goed is het idee van een boomerang, right? Dat je hem weer opvangt. Het idee van deze Roblox game is dus eigenlijk dat wij proberen... Ah, ik heb hem, nice. Happy birthday! Ik ben 10 jaar geworden, zoals jullie kunnen zien. Ik ben iets smaller, ik ben iets langer eigenlijk. Dat is altijd heel erg opvallend. Als je wat jonger bent en ook wanneer je in de puberteit komt, dan krijg je even wat meer vet. En dat gaat dan in de loop dat je ouder wordt meestal weer weg. En als het niet weg gaat, is het ook niet erg. Een beetje vet is hartstikke fijn, dan voel je je ook even lekker stevig. En wat minder vet ook, want dan ben je lekker snel. Eigenlijk zijn er overal wel voordelen aan. Als je wat dunner bent is het chill. En als je wat dikker bent ook. Wat heb ik gekregen? Ik heb een skateboard gekregen. Zo de ju. Ja, daar kan ik ook nog wel heel wat verhalen over vertellen. Maar dat laat ik maar even voor gezien. Mijn skateboard is hier. Nice. Ja, skaten. Nou, als je iemand niet moet laten skaten, dan is dat 2 letters, namelijk DT. Je moet hem niet op je skateboard laten. Ik heb meerdere dingen met een skateboard meegemaakt. Ik ben een keer zo hard van een skateboard afgevallen dat ik beide pols had gekneusd. Heb ik jullie al een keer verteld. Wat ik ook heb meegemaakt, is dat ik zo hard op een skateboard sprong dat ik hem heb gebroken. En dat is raar, want ik ben eigenlijk al mijn hele leven relatief dun geweest. Of ja, dun, ik ben skinny. Skinny is eigenlijk letterlijk vanaf het Engels naar het Nederlands vertaald, betekent dat dun. Maar ik vind dun en dik zijn nare woorden. Je kunt iemand slank en stevig noemen. Dat klinkt veel fijner dan dun en dik. Dat klinkt... Tenzij het je over Jeyhun... Ja, Jeyhun is dik natuurlijk. Ik bedoel, nee, maar... Heel veel mensen die reageerden ook onder die parody destijds van... Job, je noemt je beste vriend dik. Vindt hij dat niet erg? Jeyhun en ik zijn beste vrienden. Wij kunnen alles tegen elkaar zeggen. Als er een camera was, zeg maar, bij mij thuis, wat ik en Jeyhun tegen elkaar zeggen, zouden mensen denken dat we elkaar haten. Maar dat is denk ik hetgene van beste vrienden zijn. Je zegt dingen tegen elkaar. Je zegt gewoon letterlijk dingen tegen elkaar die je niet zegt tegen iemand die gewoon een vriend is. Ik noem Jeyhun dik, Jeyhun die noemt mij dun. We klooien daar best wel een beetje mee, zeg maar. Maar ik en Jeyhun zijn beste vrienden. Dus als Jeyhun het vervelend had gevonden, had ik het uiteraard niet gezegd. Nou, we gaan eens even kijken. Wat moeten we doen? We moeten hier gekke stunts doen. Oeh, we moeten daar naar boven. Dat is wel een lastige. Daar gaan we. Gaat dat lukken, jongens en meisjes? Het is wel echt heel erg raar hoe ik gewoon geen snelheid opbouw, maar toch hierboven kom. Yes, ik heb het gehaald. Nice. Oké. Wat moeten we nu doen? Moeten we nog steeds doorgaan? We moeten nu denk ik naar een andere plek toe, of niet? Of kunnen we gewoon van ons skateboard af? Nee, we hebben hem nog wel nodig. Ah, ik zie het al. De pijl die is daar. En dan moet ik dus naar achteren toe. Ja, jongens en meisjes, skaten is niet voor mij weggelegd. Skaten is echt voor geen enkele manier voor mij. Er zijn sowieso meerdere dingen die niet voor mij zijn weggelegd. Weet je wat ik een keer moest doen? Ik had een keer straf gekregen op de middelbare school. En ik was echt jong. Ik was geloof ik, ja, in de eerste klas. Omdat ik namelijk ruzie had met een balletdanseres. En ik had gezegd dat ballet stom was. Laat ik maar even zeggen dat ik stom zei. Ik zou eigenlijk iets stouter worden, maar laat ik zeggen dat ik stom zei. Toen moest ik, met gym had het gebeurd tijdens gym, moest zij mij ballet leren en ik moest meedoen. Ja, heb je je boy de tuber ooit ballet zien doen? Nee, nou houden zo. Ik ben niet lenig. Totaal niet. Ik ben een gamer, weet je. Gamers zijn niet lenig, behalve in hun vingers, weet je. Dat is de enige plek waar gamers lenig zijn, as far as I know. Ik ben trouwens 12, of nee, ik ben 10 jaar. Ik wil zeggen dat ik 12 jaar was. De persoon die het oudste is, dat is Bunny Lover. Die is 13 jaar. Nice. Moet ik dan nog verder gaan? Dat meen je niet. Oh, ik moet naar de allerhoogste plek toe zeker, of niet? Oh nee, ik moet daar naartoe. Weet je wat ik altijd heel erg knap vind als ik dat op YouTube zie? wanneer er van die skateboarders zijn die zo'n halfpipe kunnen. Die dus zeg maar op zo'n houvast hè, van een trap, dat ze daarop kunnen met hun skateboard. Dat is de reling ervan, dat vind ik echt heel sick. Maar wat is eigenlijk nu de bedoeling? Ik ben nu hier, moet ik nu echt hier weer naar boven gewoon? Is dat de bedoeling? Waar moet ik naartoe? Die pijl die wijst mij alle kanten op. Ben ik allemaal skateverhaaltjes aan het vertellen? Ik denk dat mensen het wel zat worden inmiddels joh. Kom op nou. Kom op nou, laat me weer eens even wat leuks doen. Wanneer word ik nou 11? Wat altijd zo leuk is, als je jong bent, dan gaan je jaren heel langzaam. De tijd gaat gewoon langzaam, dat je dan naar school gaat en zo, dat gaat allemaal heel langzaam. Maar wanneer je ouder bent, dan gaat de tijd zoveel sneller. Het lijkt nu alsof ik 80 ben of zo, dat ben ik totaal niet. Maar dat is mij wel opgevallen. Ai, ik mag weer weg, nice. Nou, let's go naar huis. Als ik dit drink, let op, hè, dan ga ik zo meteen heel snel rennen. Het is een beetje een slecht voorbeeld wat Roblox geeft. Die laat namelijk zien dat als je energy drinkt, nee, dat je sneller bent. Ben ik dan ook sneller op skateboard? Nee, dat niet. Dan kan ik nog beter rennen dus eigenlijk. Nou, dan ga ik mooi naar huis rennen. Nou, let's go. Ik ben 11 jaar geworden. Kan ik me nog herinneren toen ik 11 werd? Ik kan me wel herinneren dat ik altijd een soort van verslaving had. Tot mijn 13e of zo. En dat is wanneer ik jarig was, wou ik altijd 1 extra taart hebben om mijn gezicht in te duwen. Dus dan kocht ik altijd, zeg maar, of dan liet ik altijd een hele goedkope taart kopen van bijvoorbeeld 4 of 5 euro. Om dan vervolgens mijn gezicht in te doen. Ja, ik was echt psycho. I don't know waar het vandaan kwam. Maar dat was iets dat vond ik heel leuk of zo. Ik vond het grappig. Komt ook omdat Bassie en Adriaan. Bassie was wel mijn voorbeeld. Bassie was iemand altijd optimistisch. Optimistisch betekent positief. Altijd positief, altijd blij. Zelfs hij in real life is dat. En dat vind ik leuk. Ik vind mensen die positief zijn, desondanks de context en desondanks de situatie, daar hou ik van. Want positiviteit is wat de wereld nodig heeft. Sowieso. Oké, nieuw cadeautje. Ik hou van cadeautjes. Ik ben benieuwd, wat zit erin? Let's go. Wat heb ik gekregen? Ik heb... Oeh, een slingshot. Ja, daar ga ik kattenkwaad mee uithalen hoor. Daar ga ik waarschijnlijk kattenkwaad mee uithalen. Kan ik het door een raam heen schieten? Het is echt heel slecht dat ik dit zeg. Ik moet het uitproberen, maar waarom staat er dat ik dat binnen moet doen? Moet ik dat echt binnen doen? Is dat een verstandig idee? Oh nee, ik moet het hier doen. Oké. Oh, ik moet dingen wegjagen. Wat zijn dat dan? Ah, ik zie het al. Dat zijn van die... Ik zie al wat dat zijn. Oké, ik kan echt heel snel achter elkaar schieten. Dat zijn van die hele vervelende... Wat zijn het überhaupt? Dat zijn cavia's wou ik zeggen. Nee joh, gek. Dat zijn mollen, dat is wat het zijn. Die moet ik proberen hier weg te krijgen. Moet op zich wel lukken. Hebben jullie ooit in real life een mol gezien? Ik vind ze er altijd super schattig uitzien. Oh nice, ik heb ze al weggejaagd. Ging dat zo snel? Oké dan. Wat is het volgende wat ik moet doen? Ik moet naar de voortuin toe. Ik heb zo'n idee dat ik hier kattenkwaad mee ga uithalen. En dat de politie dan achter me aankomt. Laten we beesten eten geven in de pet store. Is dat wat ik nu moet gaan doen? Ik moet naar de dierenwinkel toe om dieren eten te geven. Oké, interesting. Lijkt me leuk. Ik bedoel, let's go. Lijkt me eigenlijk, als ik een baan zou mogen hebben, zou ik best wel graag willen werken in een dierenwinkel of op een peuterschool. Ik vind het sowieso leuk om met kinderen te helpen. Ik vind kinderen super schattig, vooral jonge kinderen. En dieren vind ik ook heel leuk. Ik hou ook van dieren. Ja man, ik ben best wel... veel mensen verwachten dat misschien niet, maar ik kan het altijd met kleine kinderen, die moeten altijd lachen. En omdat ik altijd kikiboe doe en zo. Het is echt typisch weer, hè. Ah, ik mag huisdieren kiezen. Op basis van mijn leeftijd mag ik huisdieren kiezen. En ik ben 11, dus ik kan er, als het goed is, kan ik er... Oh nee, ik moet eten geven eerst. Oké. Dus feed the dogs outside. Maar ik kan dus eigenlijk al nu mijn eigen beest kiezen. Dat vind ik wel leuk. Nou, laat ik eerst even de honden voeren. Let's go. Zo, hopsakeetje. Oh nee, ik ben in de poep gestapt. Verdorie nog aan toe. Ik moet naar huis gaan om het te wassen. Dat is niet heel erg fijn. Maar ik kan dus een beest kiezen, right? Oh, als ik 12 was, dan mocht ik een hond kiezen. Maar is er ook iets wat ik mag kiezen nu ik L? Ik had er ook gewoon hierin staan. Is dat gewoon mijn voeten schoon of niet? Ik weet het niet. Welke ga ik? Ik ga sowieso de unicorn kiezen. Ja, de unicorn. De unicorn. Of ja, deze is ook wel heel erg sick. Oeh, die is wel creepy. Nee, dan vind ik toch de unicorn leuker. Oh, Chanel. Chanel. Ja, Chanel gaat met mij mee. Chanel gaat met mij mee. Holla die jee. Ik ben aan het chillen en ik noem die meid mij B. Dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen van Soraya. Sorry. Oké, waar gaan we naartoe? We gaan naar huis. Ik weet niet waarom ik het hondenvoer meeneem. Misschien voor mijn zusje. Ik ga even dit nemen. Zo, lekker wat drinken. Lekker. Heb ik het gedronken? Ja, nice. Ik heb ook ballonnen. Vind ik wel leuk. Die kan ik loslaten. Kijk. Wee. Vind ik altijd zo tof. Helium. Is altijd al echt een passie van mij geweest. Ik weet niet waarom. Ik vind helium gewoon leuk. Dat je dan zo'n hoog stemmetje krijgt. Moet je wel mee uitkijken trouwens. Dat is legit gevaarlijk. Ik moet naar de badkamer denk ik. Het is wel heel onverantwoordelijk om met mijn vieze voeten dan nu zo naar binnen te lopen. Waar is de douche dan? Ah, dit is de douche. Oké, nice. Zo. Nou, level up. Ik ben 12 jaar geworden, jongens en meisjes. Ik ben benieuwd hoe lang dit doorgaat. Hoe oud kan ik worden dan? Ik ben echt benieuwd. Wat is mijn nieuwe cadeau? Oh, ik heb 2 cadeautjes gekregen. Of niet? Of 1? Ik weet het niet. Hoeveel heb ik er gekregen? Eentje heb ik er gekregen. Ik mag... You got an active dog. Ah, ik mag een hond kiezen als huisdier. Nou jongens, ik wil niet vervelend zijn. Ik hou van dieren. Maar ik heb momenteel wel heel veel huisdieren. Ik heb nu een of ander draakding bij me. Ik heb een konijn achter me aanlopen. Wacht, oh, je kunt meerdere pets kiezen. Wordt wel een gekke huis op deze manier. Jongen, nog aan toe. Nou, nogmaals, ik vind het leuk hoor. Ik vind het echt leuk, maar... Het is niet de bedoeling dat ik zo meteen een wandelende dierenwinkel word. Kom dat zien, kom dat zien. Konijnen, we hebben alles in de aanbieding. Dat zou wel leuk zijn, een wandelende dierenwinkel. Zo in de NS-treinen komt er iemand langs met konijnen. Wil je een konijn kopen? Ja joh. Kan ook een bakje koffie erbij krijgen. Welke mogen we uitkiezen? Ah, ik weet sowieso al welke ik wil. Even kijken, welke vind ik schattiger? Ah, ik weet al welke ik wil. Ja, ik weet het al. Ik heb al gekozen. Choose your dog. Jij bent het, man. Jij bent het sowieso. Ja, man. Heb ik er eentje gekozen? Ik heb er eentje gekozen. Heb ik de goede gekozen? Ik heb de goede gekozen. Ja, nice. Play with your dog. Get a free frisbee. Oh, we mogen een frisbee mogen we pakken. En daar kunnen we mee spelen met de hond. Dat is wel een leuk idee. Maar waar is de frisbee dan? Wacht. Dat is gewoon in een winkel ergens hier vandaan. Ik dacht dat het hier was. Nou, weet je, laten we dat lekker de volgende video doen. We zijn dus alweer een paar jaar ouder geworden. Happy birthday to me. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En tot de volgende keer. Adios.